Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Mastercard. UEFA Champions League sponsors. Goeie cross. Van Vasquez. En Benzema. Voor Mendy. Oh, dat is makkelijk voorbij Arnold. En dan het kopballetje van Vinicius. Ja, Alexander Arnold toch een beetje te gemakkelijk uitgeschakeld, inderdaad. Ja. Kroos, goede loopactie Vinicius, prachtig meegenomen. Eerste grote kans en al meteen een doelpunt. Dit is een geweldige bal van Toni Kroos. En de voortzetting van Vinicius Junior is op niveau van een kwartfinale van de Champions League. En één kans is genoeg voor Real en dat zag er toch niet geweldig uit centraal achterin bij Liverpool. Nee, helemaal niet, omdat het een bal is die lang onderweg is. En wel een fantastische bal van deze man natuurlijk, daar kan je niks op zeggen. Zo kan hij ze zeker wegleggen, ook over een langere afstand. En hij, ja, de loper, die al een paar keer dreigde te ontsnappen. En nu tussen die twee jongens in, Alexander Arnold en Phillips. Ze kijken met z'n tweeën naar Benzema, ja, en niemand naar Vinicius. Nee. Daar leek het op die lange bal. Ja, je zag nog even dat, ik denk dat het Phillips was, de stap naar binnen zetten. Maar dat hij de loper is en degene die al vaker is diep gegaan, dat hadden ze al wel kunnen weten natuurlijk ondertussen. Benzema, randje buitenspel, aangespeeld door Vasquez. Vinicius, weer veel ruimte om aan te leggen. Ja, dat moet toch scherper hoor, achterin bij Liverpool. Anders komt er nog meer onheil van. Het is Asensio voor 2-0. Weer een weggever. Ai, ai, ai. Weer Alexander Arnold. Nee, het is zijn wedstrijd niet. Het is zijn wedstrijd niet. En Asensio met 4 goals in 4 opeenvolgende wedstrijden. Ineens heeft hij toorinstinct gevonden. Maar op deze manier open deur houden tegen Real Madrid. Dan geraak je niet in de halve finale. Weer zo'n bal van Kroos. Maar goed, deze moet je anders en beter verwerken natuurlijk. Wat hij hiermee doet is het zowel het meest gevaarlijke. Wel een heel mooi lopje nog over Becker hoor. Met zoveel gevoel. Goeie versnelling Wijnaldum. En Jota, mooie actie. En dan gestruikeld Salah en erin. Voilà, daar is geen de goal. Buitenspel, wel hey, buitenspel. Vlag blijft voorlopig beneden. Salah keek. Het zal nog gecorrigeerd worden of niet door de VAR. Maar Liverpool heeft daar zijn belangrijke uitgoal in minuut 6 van de tweede helft. Dat is geen buitenspel, nee. Ja, hij zit eraan hè, met zijn hand. Maar goed, de woorden waren nog niet koud. Dat ze toch altijd nog wel eens een kantje weggeven. Jota met Robertson. Mané wacht. Jota, Mané. En uitstekend verdedigen. Het was nodig van Mendy. Of Mané was er dichtbij. Modric. Vinicius en de goal. Het is 3-1 Vinicius Junior. Zo snel gaat het dus.
Minuut 65. En Real weer een 2-doelpunten kloof. Vinicius met zijn tweede van de avond. Hij zat er nog wel bij, Alisson Becker. En credits ook voor Modric. Het meenemen en het afspelen. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken en Mastercard, UEFA Champions League sponsors.